traject heb je, heb je gehad. Hoeveel geld denk je dat je hebt weggegokt? Ik denk 100 gulden. Was in dat lachen, Bram? Nee, ik... kijk, wat ik verloren heb met gokken... pak ik tussen 250 en 350.000 gulden netto. Maar wat ik weggegeven heb, pak ik tussen de 800 en 950.000 gulden. Okay. Weggegeven? Als iemand 500 vroeg, gaf ik je 500. Als iemand 32.000 vroeg, gaf ik 32.000. Ik had geen respect voor geld. Nou, ik vond het te gek voor woorden. Ik trapte tegen een bal aan. En iemand anders werd met zijn gezin uit huis gezet. Alleen, ja, er komt niet één. Ze komen allemaal. Ja. En kijk, je kan een vinger wijzen. Maar er wijst drie vingers naar jezelf. Ja. Ik ben zelf verantwoordelijk voor al je daden. Je hebt heel veel mensen geholpen ook. Dat is wel algemeen bekend. Ja. Maar op een gegeven moment gaat het toch echt falikant mis? Ja, nou, het ging bij mij falikant mis toen ik eigenlijk naar het casino ging. Ik speelde bij Arsenal en dan verdiende ik zeg maar 36.000 netto in de maand. En ik ging altijd naar de gokhallen. En in de gokhal, normaal gesproken, speel je gewoon op één kast. Nou, ik speelde niet op één, ik speelde op 10 kasten. Ik zit overal, zet ik een stokje en zo. En dan ging ik zo op een stoel zitten, had ik me eten. En dan ging gewoon naar die kasten kijken. Dat vond ik gewoon leuk. Ja, dat is gewoon, je bent gewoon getikt, weet je wel. Maar ik leg even uit hoe het toen was. Ja. Op een gegeven moment was die kick was ook weg. En zo zie je dat die gokkasten afgesteld staan. Ik nam altijd 2000 gulden mee. En ik had of 200 gulden winst, of 200 gulden verlies. Ja. Altijd, elke dag. Toen was die kick weg. Dacht ik, nou, maar er zit een gokbeestje in je systeem. Wat ga ik nou doen? Ik heb geen zin meer hier, maar ik wil toch blijven gokken. Toen ging ik naar het casino. Ja, en dat wordt groter.